Aanmerk versus huismerk. Yeah! Wow. Wij hebben deze tafel vol staan met allemaal producten. Een aanmerk en een huismerk. Dat gaan we zo meteen proeven. En degene die het meeste goed raadt, die is de winnaar natuurlijk. En degene die het meeste fout heeft, we pakken zo meteen een lepel. Die doe je in de boter. Heb je een lepel, echt een dikke lepel vol met boter. En die moet je opeten. Nee! Jawel. Nee! Oh, pas op, pas op. Pas op. Dus we gaan alles proberen. Dit kostte me 50 euro voor wat snoep en eten. Maar we gaan het doen. We hebben er zin in. Let's go. Ik zou het heel erg leuk vinden als jij even naar je scherm kan kijken. En staat er al bij jou in het beeld geabonneerd? Nou, waarschijnlijk niet. Ja? Dus abonneer. Dankjewel. Doei. Oké, Jeroen, jij gaat beginnen. Ik doe het even lekker bij je voor. Oh, thanks. Hartstikke top. Jij gaat zo meteen chips proeven. Dit is naturel chips. Je hebt twee zakken. Ik ga ze even open doen. Gaan we even alles draaien. Ah, daar komt hoor. Oké, begin met deze, ja? Deze? Succes, deze. Ja, ja. Oké. Nou, nu is het licht er links heen, rustig. Juist. Oké, je hebt dus Doritos en je hebt dus het huismerk. En jij mag zo meteen zeggen welke welke is. Vind je dat grappig of zo? Hij vindt het wel heel grappig. Hé, joh, gaat normaal, joh! Oh, die tweede was Doritos. Die eerste is huismerk. Dat is fout. Hè? Ja, niet. Nee, goed. Oké. Okay. Ik dacht al. Nee, hij heeft het goed. Oké, okay, ja, deze, volgens mij is deze ook niet zo moeilijk inderdaad. Deze was lekkerder. Daar ging ik gewoon. Nou, volgende. Hier gaan we. Ik krijg ook chips, yay. Oké, begin maar kerel. Ja, begin met wat? Ja, hier liggen ze ongeveer. Oh. Hier, daar liggen ze allebei. Oh, ik ruik ineens. Heb jij een scheet gehad? Nee. Nee. Okay, dit zijn ze dus. Ja. Oké, ik begin met de rechter. Even zien, ja, ik weet nog welke het is. Oké, dit proeft een beetje goedkoop dit. Yeah. Zou kunnen, wie weet. Oké, duidelijk. Wat proeft naar kwaliteit? Klopt, ja. De tweede was het aanmerk en de eerste was het huismerk. Weet je dat zeker? Ja. Wil je misschien nog een hulplijn inschakelen? Nee, vertel maar. Ja, klopt. Yes! Woehoe! 1-1. Chips hebben we gehad, het staat 1-1. Ik wil geen hap boter nemen, als je dat maar weet. Ja, ik ook niet. Nee. Ik ga ook mijn uiterste best doen deze keer. De volgende, ik heb twee repen chocola. Hartstikke lekker. Jij moet het verschil raden. Het zijn gewoon normale repen. Dus ja, volgens mij zijn ze beide gewoon melk. Dus geen gekkigheid. Zo. Ik probeer de textuur een beetje te veranderen, want de textuur verschilt natuurlijk wel een klein beetje. Je mag niet voelen, gewoon gelijk in je bek dan, want anders dan ga je met je braaientaal ga je eroverheen. Dat kan ik ook met mijn tong doen. Ja, guys, moet ik echt met mijn nagel dat logo uitkrassen? Nee, je kan misschien wel de blokjes chocolade hier door de helft doen ofzo. Perfect. Hier, kijk. Kijk, dit ziet er goed uit. Die ook even een klein beetje. Jeroen, ze liggen voor je, ga je gang. Oké. Daar komt hij hoor, de eerste. Oh. En smaakt het goedkoop of smaakt het naar stront? Wat smaakt het naar? Smaakt naar chocola. Ja, dit proeft echt gewoon naar chocola. Ja, hij wil echt geen boter eten. Nee. Heeft hij echt geen zin in. Deze is moeilijk, man. Ja? Ze proeven exact hetzelfde, maar die tweede, die was net iets lekkerder. Dus ik denk dat Milka is. Oké, dan moet ik oprecht even denken. Nee, dat is fout. Dat is fout. Ja, haal eerst de Milka. Nu. Ja, eerst de Milka. Je hebt een fout. Ga je gang, Jeroen. Volgende ronde. Ik denk echt dat deze wel moeilijk is. Tegen Albert Heijn. Ja, tegen konijnenkeutels. Jeroen, ik wil eigenlijk dat je deze met voert. Nee. Gast. Oh. Oké. Ja? Ja. Komt de volgende. Hier komt een vliegtuigje. Ja. De eerste was iets meer crunchy. Ja. Dat is deze. En de tweede is nog deze. Nee. Helemaal fout. Verkeerd. Precies verknijst. Wil je verliezen? Ik ga geen boter eten. Boter? Nee. Lekker aan de boter. Nou, dan gaan we weer volgende ronde. We hebben nu 7-Up en huismerk 7-Up. Jeroen zei dat hij deze echt wel kon raden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Yes. Ik mag ermee doen wat ik wil trouwens. Dus ik ga iets doen. Nee, je gaat er niet in spugen. Ga je het schudden? Ik ga het toch niet schudden. Ik ga het een beetje lastiger maken. Misschien wordt het wat lastiger. I don't know. Nee, ik ben bang voor prik. Koolzuur. Komt het eerste glas? Oké, dit wordt een eitje, man. Nee. Je moet er wel gewoon atten. Nee. Zit één slok in. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Easy. Nee, wacht maar even. Gaan we nog even in spugen. Ja, doe maar even. Dat is zo'n snotroggeltje graag. Ja, ga je gang. Moet ik die andere nog proeven? Dit is het huismerk. Maar ik come on! Yo, ik rook het serieus gewoon aan je arm dat huismerk was. Dat ruik je gewoon. Wat is deze zo mak? Auwe.
easy. Deze is echt easy. Dit is ook de light variant. Wauw. Ik heb de light variant gekocht. Nu wil ik het ook proeven. Is het serieus zo makkelijk? Je proeft gewoon, de limoensmaak is zoveel over de eerste. Je proeft hier gewoon letterlijk gewoon goedkope meuk in. Nou, jammer. Gefeliciteerd. Je verniet hem. Dank je. Cola. Let's go. Hé, hey, jongen. Hey, makker. Maatje. Lekker zo een boter. Wil je heel even je handjes thuis houden? Ik denk dat ik deze wel ga raden. Ik heb er al één. Daar zit nog niks in. Hou je bek. Nou, alsjeblieft. Een klein slokje. Wat ben jij een klootzak? Jij doet er tering veel in. Klaas, je moet gewoon grotere slokken nemen. Zo, deze gaat moeilijk worden, denk ik. Oké, let's go. Oh, identiek, hè? Identiek. Ja, ik zou zeggen rechts, of de eerste die ik proefde was Coca-Cola en de tweede was huismerk. Yes, je hebt hem echt compleet verkeerd. Helemaal verkeerd. Ja, maar ja, ik zie dus, het is exact hetzelfde. Het is exact hetzelfde, ik zweer je. Ja, nee, klopt. Ik heb net van bijna een slokje genoten, dus inderdaad. Ja, je proeft exact hetzelfde. Nou Jeroen, hé, je lieve. Hé. Hey. We staan gelijk. Ja. En jij gaat nu lekker aan de hagelslag. Ik heb twee merken. Joepie. Moet je zo mijn handjes op. Ja, hou je handjes maar op. Waarvoor is dit eigenlijk? Waar is dit eigenlijk voor? Weet iemand dat? Ik weet het op echt niet. Komt eerst, ja? Ja. Zo, dat is de eerste. Ja, doe maar je bek. Doe maar je bek, gelijk. Nice, oké. Okay. We kunnen allemaal achter hem strop. Ja, niet zo zeuren. Hè? Handje op. Dit is fakey dakey. Nu komt de ruiter. Ja. Hop. Proef je het of niet? Ja, die tweede is de ruiter. Dat aan. Doe maar af. Klopt het? Nee, hè? Nee, fout. Wat voor? De tweede. Jij was even overtuigd, joh! Gaat hij erin? Lekker doorgaan zo. Ja, oké. What the f***? Dit is ook gewoon... Wat? Frank, check dit. Kijk het verschil eventjes. Gewoon veel succes. Steek je vinger er maar in. Ze staan beide voor je. Gadverdamme. Wat is dit? Ik krijg niks op mijn vinger. Ik wil er niet eens naar kijken. Ik vind pindakaas zo smerig. What the f***? Wat is dit? Had ik deze nou? Ja. Pas op, je moet hem niet te veel opzij houden, want dan flikkert alles eruit. Ja, ik voel het nu al. Maar dit smaakt naar pindakaas. Dit is letterlijk gewoon een moeras met pinda's. Dit is de echte. Ja. Je hebt ook echt pindakaas met stukjes pinda gekocht. Wat is dit? Gast, kijk dit. Dit is geen pindakaas. De volgende. We hebben kaas en we hebben boter. Maar we wilden beide graag de kaas proeven, omdat we beide geen zin hebben in boter. Dus we gaan steen, papier, schaar doen. Wie wint, krijgt de boter. Of de kaas. Ja. Steen, papier, schaar. Yes! Oké. Okay. Jij krijgt de boter. Joepie. Doe maar op, die blinddoek. Oké, okay, gewoon mijn vinger erin steken, net zoals de pindakaas. Nee, want kijk, deze is veel kleiner, dus je moet even jouw vinger begeleiden. Anders kan je de bak voelen, welke bak groter is. Ben je ready? Begeleid mijn vingerarm. Oké, okay, komt ie hoor. De eerste. Ach, ik ga ze eens even draaien, anders weet je nog hoe ze staan. Waar gaat deze vinger helemaal heen, arm? Ga je gang. Wat lekker, boter. Lekker hè, boter jongen. Hè? Romig, vettig, goed van smaak. Ja, en de tweede? Romig, vettig, vol van smaak. Ongeveer hetzelfde. Ja? Ik denk dat die tweede het aanmerk is, maar ik heb echt geen flauw idee. Ik ga voor de tweede is aanmerk. Oh, de tweede aanmerk? Ja? Oh, ja, heb je het goed, Ja? Ja, ik dacht dat je huismerk zei. Ja, toch goed. Nice. Jeroen, ga je gang. Ik heb zin in kaas. Lekker kaas. Ik heb net ook binnen kaas gegeven. Wil je twee volle plakjes hebben? Nee, twee stukjes. Nou, deze is trouwens wel lastig. Want eentje weten we niet zeker van of het nou echt een aanmerk is of niet. Want wacht, ik doe even het ding af. Kerel, wat zit je nou te gluren? Kijk, dit is dus dit is het goedkope merk. Maar dit is alsnog volgens mij wel een prima merk. Dus aan ze hoeven toch? Nee, ik en dit is oprecht duurdere. Deze is Milner. Wil je wel even ogen dicht? Ja, anders niet zo naar de kaas kijken. Dan trek je er andere stukje af, jongen. Hè? Je hebt vieze teringlaai. Hier komt een vliegtuigje. Gaf. Het proeft niet lekker dit. Dat is kaas. Lekker, man. Nog een stukje. Nee, die andere. Ja, hier, alsjeblieft. Dit proeft ook niet lekker. Ik vind het helemaal niet zo lekker de kaas dit. De eerste was het B-merk en de tweede was A-merk. Ja, klopt. Ja? Ja. Dit was echt een random fuck. Ik had echt geen idee wat ik proefde. Lekker man. Oké, de volgende. We gaan nog een keer steen op je schouder doen. We hebben melk. Twee pakken volle melk. En we hebben twee biertjes. Dit is natuurlijk het goedkope biertje. Maar jongens, de klok. Jongens, de klok is wel echt lekker bier. We willen beide natuurlijk deze proberen. Dus gaan we steen op je schouder doen. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Wat deed je nou? Nee. Ja, oké, doe hem opnieuw. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar.
Ik mag de bier proeven. Jij de volle melk. Je had sowieso daarvoor ook al gewonnen. Ik weet niet wat. Okay, weet je wat? Nee, weet je wat? Ik sta voor. Ik ga de melk doen. Oh, hij maakt het spannend. Ga jij maar lekker aan de pil. Dit is gewoon een gratis puntje. Dat weet ik zeker. Ja? Ja, oké. Okay. Ik ben een melkkenner, dus ik moet dit wegen. Ik durf het aan. Gewoon in die bekers gooien of wil je het uit pak drinken? Wat is het? Ik ben eerst dan. Jij bent eerst? Ja, ik ben eerst. Halve liters. Moet ik ze opatten? Ja, atten. At maar lekker. Wat ruikt dit gek? Oké, ga je gaan. Niet omstoten. Oké, dit is hoogstwaarschijnlijk klok, maar ik weet het niet eens zeker. Wat proeft Heineken anders uit een blik? Ja, is dit, ik weet oprecht niet zeker. We hebben daarom blikjes gedaan, want blikjes, er zit altijd een klein beetje dat bliksmaak aan. Een klein beetje. Nu begin ik te twijfelen ook. Oh. Nu denk ik dat dit misschien wel Heineken is, terwijl ik in eerste instantie... Oeh, hij gooit het roer om. Ik zie hem twijfelen. Oh, dit vind ik mooi. Dit vind ik helemaal mooi. Dit is echt een afgang als ik deze verkeerd heb. Ik moet hem goed hebben. Maar in blik smaakt het echt heel erg hetzelfde. Ik weet het niet, man. Zeg het dan maar gewoon. Oké, dit is Heineken en dit is Klok. Oh, je hebt het goed. Ja? Je had het eerst fout. Ik zei toch, dit, in blik is het... Oude, Heineken zit zoveel minder smaak aan in blik. Hij is wel iets bitterder, deze. Melk! Melk is goed voor elk. Joepie, is goed voor de botten. Calcium, lekker. Kalk. Botten. Nou, schiet op met die volle melk. Nou, komt hoor. Proost. Lekker, melk. Volle melk, oké. Vol van smaak, romig, melkachtig. Deze is iets romiger, denk ik. Maar betekent dat per se beter? Misschien betekent dat ook juist wel goedkoper, meer vet. Het is exact hetzelfde, wauw. Het is exact hetzelfde. Ik zat ernaast. Het is niet een beetje romiger, het is exact hetzelfde. Het zal me niks verbazen dat ze dit bij dezelfde fabriek vandaan halen, dat ze hun eigen etiketje erop plakken en dit zit. Wat gaat het worden, beste kerel? Ja, ik denk dit de Campina en dit is de andere merk. Ben ik blij dat jij op het einde hem nog switcht. Nee! Is het fout? Dat is Campina. Dat is niet iedereen. Ja, het is... Oh my god. Nou. Leuk! Gelijk, jawel! Staat in gelijk! Jongen. Borrelnoten, ja hoor. Deze is denk ik wat makkelijker. Geef me gewoon één nootje van beide. Ja, ik geef één nootje van beide. Let's go. Hoppakee. Zo. Oké. Ja? Ja, dat is duivis. Alhoewel, het is echt een complete gok, maar ik denk dat de eerste het A-merk is. En de tweede het thuismerk. Fout! Echt? Oh. Ah. De kikkertjes! Ik ben aan de beurt met de kikkertjes! Kijk dan hoe verschillend ze er überhaupt in eerste instantie al uitzien. De ene is veel groter dan de andere. Ah. De ene is ook een stuk zachter. Handje open, komen ze. Weet je nu welke ja, welke is? Ja, ik weet welke is. Ja, even lekker op, hè. Als ik deze goed heb, dan sta ik weer voor, hè, Jeroen. Je kan hem denk ik wel in één keer raden. Zonder die andere tijden. Onnodig. Hij werkt denk ik oprecht niet. Wat denk je dat deze is? Ik denk dat dit een classic is. Nou, nee, dit is een classic. Ik zeg niks. De tweede is de classic. Ja? Zeker? Ja, klopt. Ja. Ja, hoor. Deze is te makkelijk. Nee, ik heb de borrelnoten. Oké, we zijn het er beide wel over eens dat die vorige ronde een beetje voor mij voordeliger was. Want die kikkertjes waren inderdaad wat makkelijker dan de nootjes. Maar daarom ga ik deze ronde recht zetten. Ik ga namelijk de ontbijtkoek proeven. En ik eet dit nooit, dus ik heb echt geen flauw idee wat is. Ze zien er ook exact hetzelfde uit. En jij gaat mijn eigen whisky proberen, want ja, ik maak mijn eigen whisky. En een A-merkfles. Eigenlijk is dit het A-merk natuurlijk, maar we doen nu voor even dat dit het huismerk is. Het slechte merk, het poepmerk. Mijn eigen whisky. Qua kleur ziet het er trouwens best wel exact hetzelfde uit. Ik ben heel erg benieuwd. Wacht, voordat jij gaat proeven, ga ik zelf ook even proeven. Of er echt verschil in zit. Ja, maar als je het ziet, dan proef je het sowieso veel beter. Dat weet ik 100%. Ik heb hier dus gewoon houtsnippers in gedaan. En dat geeft dus echt zo'n bourbon smaak aan. Dus ik ben echt oprecht benieuwd. Zo. Hier een beetje van erin. Zo. Jeroen, jij moet deze goed hebben. Anders dan heb je sowieso die hap boter. Nou, maakt er niks van uit. Wat? Ik moet hem zometeen fout hebben. Ja, dit wordt echt een 50-50 voor mij zometeen. Yeah, de kans zit er al heel dik in dat ik verloren heb. But I got this, man. Oké, ik ga het eerst even proberen. Het ruikt bijna hetzelfde. Ik maak geen grap. Oké. Je
proefverschil. Ja? Maar ik heb dit natuurlijk al talloze keren gehad. Maar heb je ook echt, proef bijvoorbeeld de aanmerk daadwerkelijk beter dan de zelfgemaakte? Dat ga ik lekker niet zeggen. Oké. Aanmerken hoeven niet beter te proeven. Ga je gang, je mag ze vaker proeven. Oh, wacht. Wauw, die ben ik echt een mogol. Wat? Nu weet hij zelf. Oh, ik ruik je wel. Gast, omdat je door elkaar hebt gedronken, dan kun je nu bijna het verschil niet meer proeven. Ik ga het niet meer inschenken. Oh, ik ben het oprecht. Ja, inderdaad. Precies wat jij zei. Omdat ik ze door elkaar heen dronk, dan weet je het niet meer. Dus eigenlijk jouw eerste ingeving zegt alles. Als je daarna nog een keer gaat proeven, je proeft dan alles door elkaar heen. Dus ik heb nu ook whiskyglas gepakt, want ja. Mag ik ruiken? Tuurlijk mag je ruiken. Okay, tuurlijk. Zeker mag dat. Maar ruiken zal je niet veel opleveren, denk ik. Gaan we nog een keer. Ik ga nu niet eens hier aan kloten. Gewoon een beetje inschenken. Oké, je moet dus echt allebei één keer proeven. Daarna heeft het vrijwel geen zin meer. Dan verpest je alleen mijn eigen mening. Oh, jongens, dit gaat zo moeilijk worden. Even wisselen, want anders vergeet ik het weer. Oké, je weet welke is. Ja, nu wel. Eerst even ruiken. Oeh, wauw. Qua geur zit er aan eentje echt een veel sterkere geur dan de andere. Ouwe, dit ruikt zo wat naar verfverdunner of zo. Dit ruikt wel weer een beetje whiskyachtig dan. Maar ik weet niet of dat... Ja, dat is boel. Ik rook bijna hetzelfde nou. Dus ik weet niet waar je dat vandaan had. Je ziet hem gewoon trillen. Helemaal niet. Oké, en is hij goed? Wat je nu hebt geproefd? Ja, ik weet al welke is, denk ik. Dat was die ik nu net geproefd heb, is jouw eigen gemaakte. Toch? Of niet? Weet ik niet. Ik ga niks zeggen, joh. Waarom zou ik iets zeggen? Je hebt nog niet eens de andere geproefd. Dat was een grote. Besef, wat je nu gaat zeggen, levert je of een dikke hap boter in je bek op, of het levert je misschien de victorie op. De tweede die ik geproefd heb, was jouw eigen gemaakte whisky. Je draait het nu om? Ja, ik draai hem om. Dit was eigen gemaakt. Ben je dat zeker? Ja. Oké, ik zou zeggen, denk er goed over na. Ja, nee, dit is hem. Dit is de keuze. Ik proef bijna geen verschil, maar deze zit veel meer hout achter, meer krachtiger of zoiets. Ja, dus dat is mijn eigen. Ja, want dat heb je gewoon wat houtsnippers in geflikkerd. Dus ik denk dat dit veel meer een matig smaakje heeft en dit gewoon veel proef sterker. Proef nog maar eens voor de grap. Nee, ik wil niet nog een keer proeven. Wacht, ik ga dat nog een keer proeven. Gast, ik heb hem goed. Ik heb hem sowieso goed. Je bent me nu, je wil dat ik mijn antwoord kom draaien. Ik ga niet doen. Yes? Doe maar af, hoor. Jij mag maar als je je keuze gemaakt hebt. Keuze is gemaakt. Nou, je hebt hem fout. Echt? Ja, je hebt hem oprecht fout. Ja. Je had hem in het begin goed. Waarom ging je daar niet voor? Weet ik niet. Oh, hoezo? Hoe? Je had hem echt goed. Nou, dit is wel een compliment van mij, maar dan weet ik in ieder geval dat mijn eigen whisky even goed is als gewoon een goede bourbon. Ik pak de lepel voor de boter. Nee, ja. Ik moet deze nog doen. Ja, maar je hebt al gewonnen. Ja, maar ik wil hem nog wel doen. Sorry, Roen, ik gun hem echt. Ik zei nog van, weet je het zeker? Ja, sorry dan. Ik dacht dat je me probeerde op te pakken. Nee, ik probeerde je juist van het goede allemaal te laten gaan. Hier, twee brokjes koek. Dat is nummer 1. Beetje taai. Hier heb je nummer 2. Maar lekker, taai maar lekker. Oké. Minder taai. De tweede, wacht, gewoon puur omdat hij wat minder taai is. Verder proeft dat exact hetzelfde. De eerste is het huismerk, de tweede is het, deze. Klopt. Ja? Ja. Nu stoppen we met de video. Jeroen! Jij moet een lepeltje boter. Ik wil geen boter! Gadverdamme. Nee, Oké, you got it. Deze heb je. Hij heeft een flinke hap genomen. Toch met boter, wat boeien. Neem nog hagelslag erbij. Hagelslag met boter is super lekker. Heb je dat ooit gehad? Nee, nog nooit brood met hagelslag gehad. Nee, nog echt dat. Dat is een soort van bonbon. Kijk, ik doe het ook. Ik doe ook mee met de challenge. Hagelslag met boter. Dat is echt lekker. Nou, dat was hem. Lekker man. Je hebt hem. Gefeliciteerd man. Echt heel smerig. Je hebt gewonnen. Echt heel smerig. Wat krijg ik nu? Heb ik iets gewonnen? Nee. Je mag naar huis. Mag ik naar huis? Nee, mag naar huis. Uitklokken jongens. Mooi geweest. Nee, ja, maar hij mag niet naar huis. Hij heeft alcohol op en veel ook. Doei. Prima, ga je. Abonneer. Gewoon doen.